Biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. Ben en Michel bezoeken vandaag de enige Brugse stadsbrouwerij De Halve Maan, gelegen aan het Valplein. Michel, vandaag hebben we een prachtige combinatie. Ja, Ben? De straffe Hendrik, het bier van Brugge en de Brugse Blommen. Ja, Brugse Blommen, ja. Ja, met bierpassie en met ons proefpanel hebben we dat gevonden, dat een schitterende combinatie is. Is het hier te doen? Ja, daar is het te doen. Brouwerij, ja, De Halve Maan. De Halve Maan van de familie Maas. Let's go. Ja, we gaan ervoor. Dag Ben. Dag Xavier. Dag Michel. Xavier. Welkom in de laatste brouwerij van Brugge, de enige nog actieve brouwerij. Kom maar mee naar binnen. Dank u. Ja, hier voel je wel 6 generaties bierbrouwen in Brugge, hè? Amai, ja, ja. Ongelooflijk, hè? Pas op voor je hoofd, Michel. Ik kan er over en onder, Ben. Ah, ja, ik kan er over en onder. Ik geloof dat jij nu met Philippe de kaas gaat bespreken. Ik ga met Philippe inderdaad de kaas bespreken. Dat is goed. We en zien gaan naar boven, hè? Ja, ja, we zien elkaar straks. Tot, ja, straks. Tot straks. Tot straks. Daar. De Brugse Blommen. Juist. Vertel maar eens meer over. Wel, zoals je ziet, de kaas heeft dus een speciaal motief. De kaas rijpt eigenlijk bij ons op netten. Het is een halfharde kaas. Mm-hmm. Hè? Het is natuurlijk een kaas met wel een specifiek recept. Er is daar een geheim aan. En hij leent zich zeer goed met het bier. Maar jullie hebben dat wel zelf getest. Inderdaad, was een zeer goede combinatie. Oh, wat een uitzicht hier. Ja, het Brugse stadscentrum. UNESCO-erfgoed. Een van de monumenten van Brugge is de Straffe Hendrik. Dat klopt, ja. We brouwen hier al ongeveer 30 jaar. Is dat bier nu op de markt in Brugge. Het verhaal van de Straffe Hendrik belichaamt eigenlijk ons verhaal als brouwerij. Dat is verbonden met de familie Maas, de Henri Maas. Dat was de naam, de merknaam die ze toen hadden. Dat is van de tijd dat de bieren nog geen merknamen hadden, maar die genoemd werden naar de brouwer. En op een bepaald moment heeft dan Hendrik een sterker bier, een speciaal bier ontwikkeld, een trippeltype. En dat is dan de Straffe Hendrik geworden. Ja. Vandaar de naam. Nu, Brugse Blommen, Philippe, Fleuron de Bruges, prachtig, klinkt heel mooi. Van waar die naam? We zitten hier in het hart van Brugge. En Brugge is ook wel soms de gezellenstad genoemd. En de dichter Guido Gezelle, die heeft natuurlijk gedichten gemaakt omtrent Blommen. En wij hadden ergens daar onze inspiratie gehaald om te zeggen, het klinkt mooi, en ook naar het Frans toe, fleuron. Het is een, laat ons zeggen, eerder echt gezellige naam die ook warmte uitstraalt en die gastronomisch goed klinkt. Toen we dus de brouwerij hier ook opnieuw heropgestart hebben, konden we 3 jaar geleden ondertussen de merknaam terug naar Brugge brengen. En dat wordt hier nu inderdaad opnieuw gebrouwen volgens de originele receptuur. De oude receptuur, de trippelversie. Dus, maak stel voor dat we die zo dadelijk gaan proeven? Uiteraard. Ah, daar zijn zo, mijn heren. Ik heb de kaas bij. Oei, uit de grote fles. Uit de grote fles. Ja, dat is leuk, hè. Het is een iets moutiger trippel. En dat gaat inderdaad zeer goed samen, iets zoeter ook, met die vrij romige kaas inderdaad. Dat klopt. Voor mij is het duidelijk bewezen dat we afstappen van wat iedereen goed kent als kaas en wijn. Dat het veel beter is bepaalde types kaas te consumeren met Belgische bieren, in het bijzonder met de Straffe Hendrik uit Brugge. Het is een fantastische combinatie. Ze hebben alle twee een romige structuur. Ik denk dat ons tastingpanel bij Bierpassie en ook bij Belgomelk het bij het rechte eind hadden. Dit is een geslaagde combinatie. Ik vind eigenlijk echt twee producten om te genieten. Niet te nadenken, genieten van de kaas, genieten van het bier. Vakantiesfeer. Dat is heel mooi gezegd. Daar drinken we op. Gezondheid. Gezondheid. Cheers. 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 Volgende week is ons duo Vinke en Van Tricht terug in Frankrijk om er hopus bier te proeven met de Pouligny Saint-Pierre, een leuk geitenkaasje.